Als minister bevoegd voor de rand, als minister bevoegd voor integratie, als minister bevoegd voor de lokale besturen, had hij eigenlijk alle troeven in handen om een beleid te gaan uitwerken op maat van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Hij heeft nagelaten om dat te doen en daarom moeten we absoluut ervoor zorgen dat in de komende legislatuur dit meteen wordt meegenomen in de opmaak van een nieuw regeerakkoord.